Gloria, oh Gloria. Gloria, oh Gloria, Gloria. Hallo iedereen, vandaag zijn er twee updates gekomen. Zoals jullie horen heb ik een Jordi bij me. Een Jordi. Een Jordi. Goed, dus de Lumbridge Rebuildathon is er. De herbouwmarathon eigenlijk. Herbouwathon. En een onverwacht update, de Well of Goodwill. Die staat ten zuiden van de Grand Exchange. En dit is een gold sink. En het idee hiervan is dus dat je geld kunt doneren. Ga ik eerst mijn pin invullen. Oké, je kunt dus hier geld ingooien. Even kijken, waar kun je precies inzetten? Je kan dat typen. Bij waar het bedrag staat, rechts, kan je het intypen. Ik pak standaard, pak 10%, maar dat ga je niet doen. Oké, dus je kunt zoveel ingooien als je wil. Er is nu 38 biljoen aan geld ingestopt. En dat staat gelijk aan... Hoeveel geld, tenminste in ieder geval, wordt omgezet in echt geld. En dat wordt dan gestuurd naar goede doelen, die dus voor zijn gekozen natuurlijk. Donate. Yeah. En als je wilt doneren, in grote bedragen, kan je het beste bonds kopen. En die erin gooien. Wacht. Oh, alles flipt hem. Ik heb twee coins gekocht. Oké, ja. Even kijken. En even kijken voor... Oh ja. Voor iedere 10 miljoen dat erin wordt gegaan, erin gaat, wordt 1 pond wordt naar het goede doel gestuurd. Dus als je naar het geld kijkt, zitten nu op 4000 pond. En per bond, de prijs van een bond wordt direct, die prijs wordt er ook aan. Geven dus een bond kost zeg maar 4,70 pond. En dat wordt direct gestort. Ook op de goede doelen. Dus laat in ieder geval ook zien dat Chatex in ieder geval niet geldlustig is. Dan gaan we nu door naar Lumbridge. Dat is de Port Serene, die moet ik niet hebben. Nu naar Lumbridge. Ik heb trouwens vandaag al een goede daad verricht, Jordi. Oh. Ik heb 500k erin gegooid. Oh, ja. Ja. Dus het komt overeen met... 5 cent. Is 5 cent verdeeld of iets van 5 goede doelen of zo. Dus 1 cent per goed doel. Ja, dat is. Oké, je had net allemaal Lumbridge gedaan, hoef het dan niet te lezen. Reclaim Stone Rubble. Nou, je moet gewoon het stone pakken, dat smijt je op de stapel en dan blijf je raad tot je op je 1500 zet. Het zou 3 minuten duren en dan ben je klaar. Oké, ik moet eerst met die vent. Praten voor mij. Tot ik toe. Tiri, een beetje doorpraten. Hey Nick. Ja? Gaat zo zijn over 2 dagen. Oh, ik dacht nu een apron. Maar je kunt kiezen wat je gaat herbouwen, of niet? Nog niet. Nou kan alleen nog maar het hutje van... Ik val een vent aan. Vent gaat dood. Ik neem jou plekken. Je kan nou alleen maar die stone collector of rubble van het ventje zo overnemen die op de stapel smijten. Oké, dus ik pak hier rubble. Moet de hele tijd op en neer lopen. Mm-hmm. Waar moet het in dumpen? Bij die vent. Ja. Nee, als je de rubble hebt, of wat bij inpakken, de stone bricks of de acht rubble? Ik pak de reclaimed stone. Ja, dan moet je naar Battle of Lumbridge. Gewoon wat ernaast ligt en dan heb je wel van die stapel staan. En dan gooi je het op de stenen stapel. Is het ergens een stapel? Jawel. Nee. Battle of Lumbridge. Ja. Daar ben gewoon ik naast. In die krater. In de krater? Ja. Is dit de snelste manier? Het duurt maar 3 minuten, dus ik weet niet wat jij nog sneller wil doen.
Gewoon. Nog sneller. Alsof de andere dichterbij is, bedoel ik. Nee. Oeh, het is niet eens één per ding. Het is gewoon meer. Oké. En dit moeten dus... Ja, het is natuurlijk wel het doel dat die stone en mortar gehaald wordt. Ja, maar die wordt waarschijnlijk ook gehaald. Maar dus, hij was gebugd. Want vanmiddag was het na de update, iets van half uur later, waren alle gebouwen helemaal compleet. Was de muur heel, de fish shop was heel, en het huisje was ook helemaal heel. Maar volgens mij is het nou veranderd naar per player en niet globaal. Nee, het is nog steeds globaal. Ja, het is in ieder geval omgezet. Ja, er is iets veranderd, want vanmiddag was alles, was een half uur was het al klaar en kon nu een mens kon niet meer eraan werken. Dat hij al af was. Ja, dat was echt heel... Oké. En uiteindelijk komt dus die gebouw hier op hier weer in de nummertje staan. Ja, dat gebouw van Explorer Jack ziet er gewoon nog altijd hetzelfde uit als vroeger. Ja, maar nu staat hij er niet. Nee, nou staat hij niet, maar als hij er wel staat. Ik vind het wel leuk bedacht. Alleen volgens mij blijft die krater van Battle of Lumbridge wel gewoon hier staan. Die gaat niet meer weg. Of je moet het uiteindelijk gaan vullen of zo, weet je. Ja, ik weet niet, want toen de muren klaar waren en het kasteel ook klaar was. Nee, maar toen... ik bedoel naar de rand nog. Ja, dat kan. Maar dit was een bug, want dit moest over 2 weken verspreid gaan. En opeens was het alles klaar in 1 keer. Dus misschien als er nog een nieuwe event komt, dat die misschien nog dichtgemaakt wordt of iets, maar... Ja, ja, dat je zoiets hebt van... we gaan hier een nieuwe bos maken en zo. Ja, het zou wel cool zijn dat je farming speelt krijgt en zo. Massale bomen planten. Ik vind het wel knap hoeveel steen je kan meenemen. Ja, maar dat is overal knap hoe je dat kan. Ik vraag me af hoe je een miljoen toverstenen in je tas kan douwen. En iets van zoveel miljoen goudmuntenstukken bij je kan houden. Ja, maar het kan ook en ik vraag me af waar hij het allemaal laat, want hij heeft me geen tas op zijn rug. Hmm. Alles in zijn sokken of zo. Ja, want je kunt ook op blote voeten lopen. Ah ja, dat kan ook. Ja, dan doet hij het alles in zijn zak. Of onder je rok of zo. Ik word heel het gepinkt. Bloem 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 bloem. Steven, nou wacht. Wie is het? Oké. Maar dit is het dus. Ja, dit is het. En dit duurt 2 weken lang, mag je dit doen. Dat gaan we wel doen natuurlijk. Dat gaan we wel doen voor de XP. De 20k XP van een large lamp. Oh, krijg je ook nog. Dat wil ik nog wel laten zien. Ja, je krijgt daar XP. Als je alles vol zet wat je nou al bijna hebt, denk ik. Dan kan je je large lamp kiezen. Divination. Ja, large lamp kan je beter vergelijken met een medium lamp of zo, een Squeal of Fortune. Want zoveel XP heeft dat geeft hij niet. Divination. Maar we moeten wel meer mortar hebben, dus als de kijkers mortar halen, dan ben ik het dichtst bijzijnde. Wat staat er bij jou op mortar? 35? Ja. Volgens mij kan je helemaal nergens mortar vandaan halen. Jawel, die stijgt nog wel. Nou, niet hier. Maar ik vraag me af waar je die vandaan haalt dan. Of dat is gewoon die rubbel wat je collect van die mensen zelf. Daarachter, ja. Oh, je gaat daar even pakken. Ik denk dat het is. Wil je omdat deze stapel niet groter wordt? Ja, aan die andere kant. Nee, ook gewoon van die straatstuk, zie je dat? Wat? Een plank. Och, ik ga resources pakken. Wauw. Ik kan gewoon planken pakken en zo. Ja, maar ik kan er niks mee doen. Maakt niet uit. We moeten misschien een keer echt gaan bouwen dan. En elkaar timmeren en zo.
Nee, wacht, ik ga nu voor de rumble. Rubble. Hallo, ben ik weer. Hallo. Hallo. Ik moest even de belasting invullen. Oh, dan moet ik nog buiten het kasteel doen. De rubble oppakken. En nu weer binnen het kasteel, wat wil je nou? Die muren waren ook weer helemaal heel te straks. Ach ja. Oh, dit is ook nog steeds reclaimed stone trouwens. Waar is dan het andere? Je kan bij die Foreman George kan je exchange resources doen en dan krijg je van hem troep. En die troep kan je ook op de troepstapel gooien. Misschien is dat de mortar, ik weet niet. Ik heb geen idee. Lijkt me sterk. Maar. Misschien heb je wel vaker lag in, alleen dan denk je van, oh, zal wel een bug zijn. Of je bent gewoon, laat maar. Oké, nu moet ik dus gewoon met die vent praten van, yo, ik heb wel eens geld, ik kan doen. Ja, gewoon rewards. Maar jongens, even to the point. Zullen we eens een lijstje maken? Even wachten, ben ik bezig met de video. Welke video? Hij is bezig met een nieuwe video van updates. Heb je al gedoneerd, Patrick? Oké, hoeveel Divinity XP krijg ik? 12,7k! Succes!